Weet je wat dit is? Raad je nooit. Het is de achterkant van mijn televisie. Die doet het gewoon nog steeds na 20 jaar. Het is gewoon nog hartstikke mooi beeld, zoals je ziet. Dus er komt nooit iets nieuws als het oude niet kapot is. Nou, nu vraag me dus af, als je rockmelders hebt... Dan staat daar wat op. En dan staat hier op, replace smoke alarm by 2013. Nou, ga ik eens testen of hij het nou echt niet meer goed doet. Ik heb ook een Sinterklaas cadeautje besteld. Eigenlijk drie. Dat vind ik echt balen. Dat ik iets moet kopen wat niet kapot is volgens mij. Dus ik moet drie nieuwe rockmelders kopen. Omdat ze over datum zijn. 2013 moeten ze vervangen worden. Ik ga gewoon eens kijken of ze het nog doen. Flikker staat eronder. Wow, ik wil oud opnieuw. Hier is er niet genoeg rook. Nou, trek je huis bijna af, doet hij er inderdaad niet meer. Een beetje rook. Ja, nu komt er echt rook. Ik duw op het testknopje, maar hij doet het niet meer. Sorry als je mijn hond hoort snurken. Ik zie hier een rookmelder met radioactief materiaal. Dat is schrikken, maar die zijn verboden vanaf 2002. Daar zit americium in. En wat er dan gebeurt is, door de ionisatie gaat er een stroompje vloeien tussen de zender en de ontvanger. En op het moment dat daar rook tussen komt, dan wordt die stroom doorbroken en dan gaat er een alarm. Nu zijn ze bang als ze duizenden rookmelders tegelijk bewaren met dat radioactief materiaal en er ontstaat brand en je ademt die dampen in, dat er misschien iemand kanker krijgt. Maar zo gevaarlijk is dat niet. Maar toch zijn ze verboden. Nu heb ik zelf nieuwe rookmelders besteld, want na 10 jaar schijnen ze niet meer goed te zijn. Nou, daar zat ook een hoop stof in. De kans op een vals alarm is dan vrij groot. Of hij doet het helemaal niet meer goed. Af en toe met stofzuiger erlangs is ook een goed idee, stond er op de handleiding. Nog nooit gedaan. Nou, hoe werkt zo'n optische rookmelder? Je ziet, daar zit een batterij in. Die is er eigenlijk voor bedoeld op het moment dat je netspanning uitvalt, want daar is die op aangesloten. Dan neemt die het over. Nou, wat zien we hier? Ik heb hem even opengemaakt. Een infraroodzendertje en daar zit een ontvanger. En die zendt nou infrarood licht uit, die zender naar die ontvanger. Op het moment dat er een rook tussen zit, ze zijn schuin tegenover elkaar geplaatst, als daar rook zit, wordt er meer licht weerkaatst naar die ontvanger. En dan neemt de stroom toe en dan gaat het alarm af. Elke 10 jaar vervangen dus een rookmelder. Oh, die doet het wel.